vraag van Hetty. Hetty heeft regelmatig wat darmklachten nadat ze iets heeft gegeten. En nu eet Hetty eigenlijk al vanaf haar jeugd bij al haar maaltijden een zuivelproduct. En ze heeft begrepen dat heel veel mensen darmklachten ervaren na het eten van zuivelproducten. Gezien het feit dat in zuivelproducten melk, suiker, lactose aanwezig is. En de darmen van heel veel mensen deze suiker, melksuiker, lactose niet goed kunnen verteren. Dat wil zeggen enzymatisch splitsen van deze disaccharide. Een disaccharide, dat zijn twee aan elkaar gebonden suikermoleculen. Dat enzymatisch splitsen van die disaccharide lactose verloopt in de darmen van heel veel mensen niet goed. En wanneer dat niet goed verloopt, dan zal je als gevolg van slecht verteerde lactose, slecht verteerde melksuiker, darmklachten gaan ervaren. En aangezien Hetty dus regelmatig met darmklachten kampt en Hetty zelf bij al haar maaltijden wel een zuivelproduct gebruikt, vermoedt ze dat wellicht die lactose, die melksuiker daarin aanwezig in haar darmen ook niet goed verteerd wordt en dat dat haar klachten doet veroorzaken. Dus is Hetty lactosevrij. Zuivel gaan gebruiken in de hoop en de veronderstelling dat ze dan wat minder darmklachten zal gaan ervaren na het eten daarvan, aangezien daar geen lactose in aanwezig is. Maar dit heeft niet bijgedragen aan een vermindering van haar klachten, want ondanks het feit dat ze nu lactosevrije zuivelproducten gebruikt, ervaart ze nog steeds elke keer nadat ze iets heeft gegeten, waar dus wel zuivel in aanwezig is, maar dan lactosevrij, dan klachten. Dus is de vraag van Hetty, want ze vermoedt dat er hoe dan ook voeding slecht verteerd in haar darmen belandt, ook al is dat nu dus geen lactose meer, heb ik ook invloed op de vertering van mijn voeding, want ze snapt dat de vertering, wanneer de vertering van je voeding niet goed verloopt, zal je darmklachten gaan ervaren. En zij heeft dus nog steeds darmklachten, ondanks het vervangen van lactosehoudende zuivel voor lactosevrije zuivel. Nou, Hetty. In je voeding zijn koolhydraten, eiwitten en vetten aanwezig. En de koolhydraten in je voeding kan je onderverdelen in suikers en ook complexe koolhydraten. En lactose is een voorbeeld van zo'n suiker. Melksuiker is een voorbeeld van zo'n suiker. Dat is een disaccharide. Maar er is ook maltose, ook een disaccharide. En fructose, ook een disaccharide. En die zijn allemaal volop aanwezig in onze voeding. Dus op het moment dat je lactosehoudende zuivel, dus zuivel die in het bezit is van de disaccharide lactose, gaat vervangen door lactosevrije zuivel, dan zullen er alsnog wel disacchariden, fructose, maltose, zeer waarschijnlijk in je totale voeding, dus hetgeen je eet, aanwezig zijn. En wanneer de vertering daarvan dan alsnog niet goed verloopt, dan zullen alsnog slecht verteerde disacchariden, dat is dan geen lactose, maar wel maltose, fructose, in je darmen belanden. En wat gebeurt er dan? Dan worden die suikermoleculen, die disaccharide, microbieel afgebroken door de micro-organismen in je darmen. En die vormen dan gedurende die afbraak wat darmprikkelende stofjes.
Ja, en daar kun je klachten van gaan krijgen. Dus we moeten het gaan hebben over de vertering enzymatische splitsing van die saccharieden. Want ook al vervang je lactose door lactosevrij die saccharieden, zullen er hoogstwaarschijnlijk wel in je voeding aanwezig zijn alsnog. Dus die moeten wel goed verteerd, enzymatisch gesplitst kunnen worden. De vertering, enzymatische splitsing van die saccharieden tot twee losse vrije enkelvoudige suikermoleculen, dat vindt plaats in het absorptiedeel van je darmen. Dat is het deel van je darmen daar waar voeding na vertering opgenomen kan worden in je darm en in je lijf opgenomen kan worden. En dat absorptiedeel van je darmen wordt ook wel de borstelzoom van je darmen genoemd. En die enzymatische splitsing van die saccharieden tot die twee losse, vrije, enkelvoudige suikermoleculen, dat vindt plaats daar in dat absorptiedeel met behulp van borstelzoomenzymen. Die borstelzoomenzymen, dat zijn enzymen die gevestigd zitten tussen de fosfolipiden, dat zijn membraanvetten van de cellen, al daar in jouw darmwand. En die enzymen, die moeten dus vertering, splitsing, hydrolyse, heet dat, van die disacchariden mogelijk maken. Maar die enzymen kunnen die vertering niet mogelijk maken wanneer het slijmvlies, dat is een beschermende, bevochtigende laag van slijmstoffen in dat deel van je darmen, in slechte conditie verkeerd, is afgetakeld. Dus op het moment dat het slijmvlies al daar waar die vertering enzymatische splitsing van disacchariden plaats moet vinden, in slechte conditie verkeerd, dan kunnen die borstelzoomenzymen die het enzymatisch splitsen van die disacchariden tot twee enkele suikermoleculen mogelijk maken, niet goed werken, gaan disacchariden alsnog slecht verteerd in je darmen belanden, krijg je klachten van. Dus moeten we het gaan hebben over die slijmvlieslaag, die laag van slijmstoffen. Er zitten slijmproducerende kliercellen, dat worden goblet-cellen genoemd, gevestigd in de wand van jouw maag trouwens ook, maar ook in de wand van jouw darmen. Deze cellen moeten voortdurend slijmstoffen, dat zijn glycoproteïnes, verbindingen van koolhydraten met eiwitten vormen en navorming ook wel uitscheiden naar buiten, naar het extracellulaire milieu, om je darmslijmvlies in goede conditie te houden. Je darmslijmvlies is dus een laag van die slijmstoffen, die glycoproteïnes, die een goede werking van borstelzoomenzymen mogelijk maakt. Wanneer die slijmproducerende kliercellen die gevestigd zitten in je darm, want daar in het absorptiedeel van je darmen, niet goed in staat zijn om regelmatig die slijmstoffen, die glycoproteïnes te vormen en navorming ook wel uitscheiden naar buiten, het extracellulaire milieu, dan zal je darmslijmvlies niet in goede conditie verkeren, met als gevolg dat de borstelzoomenzymen al daar, dat zijn dus enzymen die gevestigd zitten in het absorptiedeel van je darmen, die enkel goed kunnen werken wanneer dat slijmvlies in goede conditie verkeert, niet goed werken, zullen die saccharieden slecht verteerd in je darmen gaan belanden, krijg je klachten van. Dat is dus het gevolg van slijmproducerende cellen die gevestigd zitten in je darmen, die niet goed in staat zijn om slijmstoffen, glycoproteïnes, verbindingen van koolhydraten met eiwitten te vormen en navorming ook wel uit te scheiden. Wat hebben slijmproducerende cellen, goblet-cellen, nodig om glycoproteïnes, verbindingen van koolhydraten met eiwitten te kunnen vormen? Wat hebben die cellen nodig om die glycoproteïnes, verbindingen van koolhydraten met eiwitten, navorming ook wel uit te scheiden? Dat wat nodig is om je slijmvlies in goede conditie te helpen houden en de enzymen, de borstelzoomenzymen daar goed te laten werken? Nou,
De vorming van nieuwe molecuulverbindingen is een anabool stof. Is een proces. Je hebt twee soorten processen die cellen uit kunnen voeren. Katabolen, afbrekende, en anabolen, opbouwende en herstellende. De vorming van die slijmstoffen, die glycoproteïnes, die verbindingen van koolhydraten met eiwitten, is een anabool stofwisselingsproces. Om nieuwe molecuulverbindingen van binnenin cellen naar buiten uit te kunnen scheiden, moeten vesicles, transport- en secretie-uitscheidingsblaasjes ook gevormd worden. Dat zijn ook verbindingen. Dat vereist dus de uitvoering van een anabool stofwisselingsproces. En moeten ook transport-eiwitten gevormd worden. Dat zijn eiwitten die het actief uitscheiden van een nieuwe molecuulverbinding van binnen naar buiten door het celmembraan van die cellen mogelijk maakt. Dat moet allemaal gevormd worden. Dat zijn allemaal anabole stofwisselingsprocessen. Maar die kliercellen in jouw darmwand zijn niet in staat om anabole opbouwende en herstellende processen uit te voeren wanneer je voeding te weinig vocht en te weinig essentiële varianten van bouwstoffen die je lichaam en die cellen dus ook niet zelf kunnen vormen, levert. Dus op het moment dat jij lactosehoudende zuivel gaat vervangen door lactosevrije zuivel, maar alsnog wel voldoende disacchariden, geen lactose, maar wel andere disacchariden in jouw voeding aanwezig zijn, disacchariden die enkel goed verteerd kunnen worden wanneer het slijmvlies in je darm in goede conditie verkeert, maar je totale voeding veroorzaakt tekorten in vocht en essentiële varianten van bouwstoffen in je lijf, dan kan deze verandering van lactosehoudend naar lactosevrij er niet voor zorgen dat de andere disacchariden in jouw voeding beter verteerd gaan worden. Want dat is dus afhankelijk van het slijmvlies, de conditie van het slijmvlies in je darmen. En wanneer jouw voeding tekorten veroorzaakt in vocht en essentiële varianten van bouwstoffen, dan kan dat slijmvlies simpelweg niet in goede conditie gehouden worden. Dat als antwoord op je vraag.